Orbo heeft 3 verschillende woonlocaties binnen Laarbeek. De Bleek en Hoogees in Beek en Donk en Laarhuis in Lieshout. Binnen Laarhuis wonen jongeren en jongvolwassenen binnen een groep of in een appartement waar ouders een prominente rol spelen. Ouders helpen ook soms mee in de zorg. Er wonen jongeren die intensieve zorg nodig hebben of zelfstandig binnen een appartement. Hoe fijn zou het zijn als onze kinderen gewoon op zichzelf kunnen gaan wonen, maar toch in de buurt kunnen blijven. En dat is natuurlijk al heel prima gelukt. En het is een geweldig mooie samenwerking met WOCOM, de woningstichting, met de ORO en de ouders. Ja, uiteindelijk is dit het resultaat en waar heel veel mensen heel erg blij mee zijn. Zeg maar, is nou 27 en die woont sinds ruim 5 jaar hier op Laarhuis. Wat voor ons heel belangrijk was, dat ze wel haar eigen plek heeft, dat ze een eigen huisje. Maar wel de mogelijkheid had om naar een gezamenlijke ruimte te gaan waar ze anderen kon treffen. Ze zit vooral op de lage Hees, op de dagbesteding. Waar ze ook een afwisselend programma heeft. Ze werkt vooral in de wasserij. Daarnaast is ze DJ bij Radio Oro. Verder heeft ze veel hobby's, ze zwemt veel. Ze zit ook in het Oro Beweegprogramma, ze wordt ook echt gestimuleerd. Wij merken ook wel dat ze echt wel een heel stuk zelfstandiger is geworden. En daarbij zijn de ouders nog steeds ontzettend betrokken bij de zorg. Contact met, ook met leiding erbij, ouders samen, om dingen te bespreken. Altijd samenwerken van wie gaat wat doen en dat is wel heel erg fijn. In de Bleek wonen leeftijd variërend van jong tot oud. Ook in een appartement, in een studio of op een groep. Ook een mix van zorg wat ze nodig hebben, maar ze werken daar met name met de handen op de rug. Dat wil zeggen dat ze vooral de bewoners volgen wat hij of zij nodig heeft en daar spelen ze dan op in. En dan ga je dadelijk nog fietsen. Yes. Het fijne voor zus is dat ze zelfstandig op de fiets naar het dorp kan, want dat ligt hier gewoon heel dichtbij. Of naar de kerk, vindt ze ook fijn. Ik woon sinds 3 jaar woon ik hier op de Bleek en dan heb ik een eigen appartementje. En ja, dat bevalt mij heel goed. Ik doe vaak zelfstandig koken. Meestal doe ik 2 dagen in de week eet ik met de stichting mee, zeg maar. En de andere dagen kook ik voor mezelf. Hoge Hees wonen bewoners, jongvolwassenen tot de ouder wordende bewoner. Ook een mix van intensieve zorg tot bewoners die zelfstandig wonen. Bewoners wonen daar binnen een groep, binnen een studio of in een appartement. Francine woont sinds 5 maart op de Hoge Hees. Voorheen woonde ze in Weert, daar heeft ze 25 jaar gewoond. De reden was dat wij ook allemaal ouder worden, de broers en zussen, en we ze graag dichter bij huis wilden hebben, zodat wij daar vaker naartoe kunnen. En daar geniet ze heel erg van. Samen met Hoge Hees heeft de Lage Hees een gezamenlijke tuin waar ze heel trots op zijn. Daar wordt regelmatig in de moestuin gewerkt of samen een kopje koffie gedronken. Wij vinden dat iedereen binnen Laarbeek kan wonen. Voor iedereen is er dan ook een passende plek. Dat kan dus ergens in een woonvoorziening zijn, maar dat kan ook ambulante begeleiding aan huis zijn. Op iedere locatie is 24 uur begeleiding aanwezig, dus ook in de nachten. De ene locatie heeft een actieve nachtzorg, de andere heeft een slaapdienst. Dat maakt dus ook dat er altijd iemand is, waardoor er ook een overdracht is tijdens de wisseling van dienst. In zo'n overdracht wordt besproken wat de bijzonderheden zijn van die dag, hoe het met de bewoners gaat of wat er op de agenda staat. De dag start hier met de bewoners die wakker zijn om samen een kopje koffie mee te drinken en vanuit daar wordt de zorg gestart. Bij de ene bewoner is volledige overname van zorg nodig, de ander heeft enkel wat aansturing nodig en weer de ander die verzorgt zichzelf. Vanuit de zorg gaan de meesten door naar hun werk of dagbesteding, maar er zijn ook enkele die zelfstandig naar het werk gaan, zoals bijvoorbeeld Sensor. De bewoners komen daarna thuis van hun werk.
drinken we gezamenlijk een kopje koffie. De een helpt met het dekken van de tafel, de ander helpt met het koken van het eten. In de groepen wordt dan ook gezamenlijk gegeten. Er zijn enkele appartementbewoners die zelfstandig koken of met hulp van een kookvrijwilliger. Na het eten is er dan ook weer ruimte om elkaar te ontmoeten, in de ontspanningsruimte of in de woonkamers. Er wordt dan een spelletje gespeeld, er komen gastvrouwen op bezoek, er wordt elkaar voorgelezen of er wordt samen wandeling gemaakt. Wij zijn natuurlijk ook super blij met al onze vrijwilligers die altijd voor ons klaarstaan om ons te helpen met alle activiteiten. Er worden regelmatig door de locaties gezamenlijk een activiteit georganiseerd, zoals bijvoorbeeld een gezellige bingo of een herfstwandeling. Alle drie de locaties binnen Laarbeek hebben ook dagbesteding op loop- of fietsafstand, allemaal erg dichtbij. Zo heb je bijvoorbeeld de koppel. Op de koppel wordt er vooral creatief gewerkt. Ze drinken dus samen een kopje koffie, gaan ze wandelen. Daarnaast heb je ook de Lage Hees. Daar wordt veel ook in de moestuin gewerkt. Dansen op muziek, naar de markt gaan, wat allemaal erg dichtbij is hier in Beekendonk. Binnen de Lage Hees zit ook een radiostudio, Radio Oro, waardoor cliënten muziek gemaakt wordt, waar iedereen naar kan luisteren. Binnen de Lage Hees wordt ook de was gedaan voor bewoners van de Bleek, van de Hoge Hees en enkele van het Laarhuis. Zij hebben daar hun eigen wasserijgroep. Alle drie de locaties binnen Laarbeek zitten dicht bij het centrum. Dat maakt dat bewoners op loop- of fietsafstand naar de winkels kunnen.